Pumi van der Tolmekreek, hoofdredactrice van de originele Big Brother, is niet zo te spreken over de nieuwe reeks. Volgens haar is het de makers niet gelukt de ziel van het project te pakken. Tekst gaat verder: onder advertentie van der Tolmekreek werd in 1999 hoofdredactrice van de, door John de Mol bedachte reality story. Het programma werd een groot succes en verkocht aan meerdere landen. Na 20 jaar werd Big Brother nieuw leven ingeblazen, maar van der Tolmekreek is geen fan. Wat wij deden was steengoed. Terwijl de makers van nu, die kosten nog moeite hoefden te sparen, het gewoon slecht hebben gemaakt, zegt ze tegen de Telegraaf. Dat nu is gekozen voor Nederlandse en Vlaamse bewoners is volgens haar een klein beetje het probleem, maar vooral het feit dat ze in en uit het huis vliegen vindt ze een slechte ontwikkeling. Dat was nu juist een van de pijlers. Je gaat erin met 8 of 9 mensen, die hechten zich aan elkaar, en de kijker hecht zich aan een of meerdere bewoners. Die kregen weliswaar de wrede opdracht om elkaar weg te stemmen, maar bleven het liefst de volle 100 dagen bij elkaar. Nu hecht de kijker zich aan niemand, want elke bewoner kan zo weer vertrekken. Een duiventil. Eerder zei ook John de Mol nog niet te zijn overtuigd door de nieuwe reeks, die begin deze maand van start ging. Ik denk sowieso dat het al moeilijker is om een Nederlands publiek achter een realityprogramma te krijgen met de helft een Belgische cast en de helft een Nederlandse cast, zei hij. Laat ik het voorzichtig beoordelen, van wat ik gezien heb, ben ik niet kapot. Buzzelets blokkades.